Goedemorgen iedereen. Ik vraag me af of jullie dat ook zo fijn vinden om s morgens vroeg daar met je koffietje in je, in je bureau te zitten, uh, een beetje te werken. Ik vind dat gewoon fantastisch. Ik ben blij dat jullie erbij zijn. Het is nog heel vroeg, maar we gaan vandaag dus pagina 88 en 89 lezen. Ja, het is ongelooflijk. Uh, alle boeken die ik deze week lees um, ja, hebben eigenlijk geen twee volle bladzijden. Dat is hier ook het geval. Uh, geeft niet, dan zijn we een beetje sneller klaar. Uh, herinner je dat dus die twee vrouwen met elkaar aan het spreken waren? Dat er een van de twee had gezegd, dat is dus niet fijn, had gezegd: ja, je hebt eigenlijk wel geluk dat je ouders dood zijn, daar kan je er ook geen last van hebben. Ja, dat was natuurlijk niet wat ze had moeten zeggen. En uh, ik denk dus Letitia is beginnen huilen. En wat zegt Letitia? Il me manque Tellement, si tu savais. Dus manquer is een beetje een raar werkwoord, omdat dat is helemaal omgedraaid. Dus um, ik mis hun. Ga je zeggen, il me manque. Zo'n beetje alsof zij ontbreken aan mij. Dus dat moet je wel noteren. Hè? Dus ik mis hen zo. Tellement betekent zo. Si tu savais. Als je eens wist, hè, als je eens wist hoe, um, hoe ik hen mis. Balbutia-t-elle en lâchant ses sanglots. Euh, dus stotterde ze, terwijl ze haar sanglots, hein, haar snikken, lâch, lâchant, betekent losliet, euh, lied, de vrije loop liet gaan. Ja. Mortifié, la l'attira contre elle, tout en continuant de lui demander pardon. Mortifié betekent eigenlijk doodbeschaamd. Uh, Tiffijn trok haar, hein, dus trok Letitia tegen haar, tegen haar aan, tout en, terwijl ze continuant verder ging met haar mm, vergiffenis te vragen. Demande pardon. Ja, je kan ook, dat kan ook gewoon betekenen, hein, sorry zeggen, maar eigenlijk hier betekent dat vergiffenis vragen. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait de se sentir seul, poursuivit Laetitia sans cesser de sangloter. Euh, je ne peux pas savoir ce que, ce que, ce que, ce que, pour se sentir seul. Poursuivi, comme ça, enfin, poursuivre, un voort, verder gaan, euh, ging Laetitia verder. zonder te stoppen met snikken sans aucune famille pour t'aider zonder enige familie om je te helpen te soutenir je te ondersteunen partager ton bonheur je geluk te delen tes doutes ou les épreuves de la vie dus ook om je les doutes je twijfels te delen of de uh, beproevingen van het leven. Nu, beproevingen, misschien een beetje een oud woord. We kunnen even goed zeggen: dus de moeilijkheden of de moeilijke momenten van het leven. Chaque fois que je pense à mes parents, c'est comme si une poignée de fer m'arrachait le cœur. Elke keer dat ik aan mijn ouders denk, is het comme si, alsof een Ijzeren vuist, een ijzeren greep misschien eerder, een ijzeren greep, me het hart arrachait, uitrukte. Dus ze voelt dat nog altijd enorm, enorm aan, en dat ze dus haar ouders, uh, dat haar ouders kwijt is. Die qui n'ont jamais connu David, ni même leur petit-fils. En zeggen dat ze nooit uh, David hebben gekend. Nog zelfs hun kleinzoon. Il les aurait tellement aimé. Um, ze zouden hebben aimé. Geliefd. Ze zouden hen zo hebben geliefd. Ja, heb je dat begrepen? Tellement betekent zo. Aurait is zou hebben. Ja, ze zouden zo van hun gehouden hebben. Je sais, je sais, murmura Tiffin, sans pourtant, sans péché de penser que, ik ga al tot daar vertalen, hè, ik weet het, ik weet het, fluisterde Tiffin, zonder nogthans, euh, sans péché, euh, ja, zich te verhinderen te denken dat, Misschien nog een betere vertaling. Zonder zich te kunnen laten. Hè. Sans péché is ja, iets kunnen laten. Dus, Tiffin zegt: ja, ja, ik weet het, ik weet het. En toch kon ze niet, niet laten, niet nalaten te denken dat. Si les parents de Letitia étaient toujours de ce monde. Als de ouders van Laetitia... toujours. Hier betekent dat niet altijd, maar nog altijd. Van deze wereld waren. Sans doute, existerait-il entre eux et leur fille des problèmes relationnels ou des divergences, comme dans toutes les familles. Donc, sans doute, zonder twijfel, zouden er bestaan. Dit is weer inconditionnel: hein, existerait, je ziet heel het werkwoord erin. Euh, zouden er bestaan tussen hen en hun dochter. Relationnelle problèmes of divergence, meningsverschillen, zoals in alle families. Mais plus, zelfs plus, Tiffaine n'était pas certaine, pas certaine, donc Tiffaine was niet zeker lorsqu'elle écoutait Laetitia lui parler de ses parents. Euh, als ze Laetitia uh, hoorde spreken over haar ouders, que David u uh, réellement était à leur goût. Dat David uh, réellement, echt, à leur goût, uh, van hun smaak, u uh, était, was geweest. Ja, die u, dat komt van die passé simple, uh, je kan het vertellen als was, was geweest. Hè? Dus niet zeker dat die ouders David uh, zo goed zouden gevonden hebben. Een ancien tolaar drogué avec un casier judiciaire. Een ex-gedrogeerde gevangene. Hè? Tolaar, tol, is een beetje een... Uh, ja, ik zal maar zeggen, een hele... Uh, een hele courante manier om te zeggen: uh, gevangenis, tol, en tol. Dus een ex gedrogeerde ge gevangene uh, met een strafblad, een casier judiciaire, dat is een strafblad, en sans aucune formation en zonder ook maar enige professionele opleiding, était loin de la figure de genre idéal was ver van ja ja de figuur of het personage van de ideale euh, schoonzoon genre schoonzoon dont pouvait rêver un couple catholique pratiquant et plutôt conservateur dus euh, zeker niet de ideale schoonzoon Don waarvan konden dromen een katholiek kerkgaand, pratikant, ze gaan naar de kerk, kerkgaand koppel en eerder uh, conservatief. Dus zij dacht: ja, 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 maar die mensen die dus gestorven zijn, hè, die ouders van die Laetitia, waren toch wel heel conservatief en uh, niet zeker dat ze David zo fantastisch zouden gevonden hebben. Hè? Ok, en vérité, plus elle y pensait, plus elle était persuadée que, even total, donc en dus in werkelijkheid, hoe meer ze er était hoe meer ze overtuigd was dat, si les parents de Laetitia vivaient encore, als de ouders van Laetitia vivaient encore, Jamais il n'auraient accepté que David pose ne fusque les yeux sur leur fille. Dus, euh, jamais, nooit, aurait, is weer een conditioneel, zouden hebben geaccepteerd dat David, nu is het een beetje moeilijk, legde ne fusque, al was het maar, hè, dus heel dat ding, ne fusque betekent, al was het maar, zijn ogen op hun dochter. Uh, ja, zijn ogen, misschien zijn blik werpen. Hè? Dat David, um, al was het maar een blik, wierp op hun dochter. Uh, even kijken, want ik krijg hier al een boodschap. Ayant uh, déjà mis les pieds dans le plat, Tiffaine s'abstint de partager son opinion. Ja, en hier hebben we dus een uitdrukking uh, mi komt van mettre, mettre les pieds dans le plat. Dat betekent dus echt, ja, je voeten in de kom of in het gerecht zetten. Dat betekent eigenlijk dat je iets rechtuit zegt. Dat je heel rechtuit, soms misschien kwetsend, iets zegt. Dus, um, en het gaat dus over Tifijn. Tifijn die dus had al, ja, het rechtuit gezegd, had al haar voeten in... Uh, op het bord gezet, zullen we maar zeggen. Uh, dus weer weerhield zich van het delen van haar mening. Moeilijke zin, jongens. Ik hoop dat je mij een beetje gevolgd hebt. Dus, wat betekent dat? Ja, Tiffin had al eigenlijk een blunder. Ze had al een blunder begaan. En dus, uh, ze dacht, ja, oké, okay, ik ga nu mij toch wel even inhouden. sabstenier ik ga me even inhouden om mijn mening hier niet uh, zomaar weer te delen. Om niet haar vriendin weer te kwetsen, nous aurions été tellement heureux, conclut Laetitia. We zouden zijn geweest zo gelukkig. We zouden zo gelukkig geweest zijn, um, besloot Laetitia, en se mouchant dans le klinex que lui tendait son ami. Donc, terwijl ze zich snoot, in de klinex die haar Of aanreikte haar vriendin. Die haar vriendin haar aanreikte. Dus uh, Tiffijn geeft haar een zakdoek en dat ze zich kan, een beetje kan snuiten. Um, voilà. Nog een klein stukje. Voilà, dit is uh, pagina 89. Celsi acha pensivement la tête. Deze, maar deze dat is dus uh, Tiffain. Knikte bedenkend het hoofd. Puis dans un ultime effort de réconfort, elle déclara, dan um, in een ultieme um, poging uh, de réconfort uh, ter ondersteuning, hè, om haar te steunen, um, zei ze, vous êtes heureux, jullie zijn gelukkig. C'est tout ce qui compte, Laetitia. Het is alles dat telt, Laetitia. David en toi, vous vous aimez. David en jij, dus jullie houden van elkaar. Herinner je nog, in het Frans heb je dus um, dat woordje se, dat hier die middelste vous is. Ja, dat kan ook elkaar betekenen. En hier is dat dus. Jullie houden van elkaar. Vous avez un magnifique petit garçon. Jullie hebben een prachtig kleine jongen. Une belle maison. Een mooi huis. En puis. Nous sommes là, nous. Et d'ailleurs, nous, nous Sylvain, Maxime et moi, nous sommes un peu votre famille. Donc Sylvain, Maxime et moi, nous sommes un peu votre famille. Tu peux compter sur nous comme si nous avions des liens de sang. Je mag rekenen sur nous comme si nous avions des euh, des liens de sang. Dus sang is bloed. Bloed, oui, sorry. Bloedbanden, avion hadden. asof we hein, verband, bloedverwanten waren. Ok? Mais en français, French zeg je alsof we bloedbanden hadden. Laetitia leva vers son amie un regard plein de reconnaissance. Dus Laetitia, euh, ja, levait. Levé un regard, ja, gaf een blik, wierp een blik naar haar vriendin, plein vol uh, van erkenning. Puis les deux femmes s'étreignirent. Uh, dit werkwoord dat komt dus van s'étreindre. Dat is echt heel moeilijk, hè? Dat betekent dus elkaar omhelzen. Dus dan omhelsten de twee vrouwen elkaar. Oké okay, jongens, het was niet zo lang. Ik hoop uh, dat je hebt kunnen volgen. Natuurlijk, als er vragen zijn, vraag maar. Uh, het is nog heel vroeg. Blij dat jullie er al zo vroeg bij waren met mij. Ik ga mijn koffietje verder opdrinken. En ik hoop dat we nog met genoeg zijn volgende week om verder te gaan. Een hele, hele fijne dag. Uh, welke dag zijn we vandaag? We zijn donderdag. Een hele fijne donderdagdag.